Ik had eigenlijk nooit het idee gehad dat ik ooit nog topsport zou gaan doen toen ik was gestopt met de KNVB. Omdat ik ook was gestopt vanwege school en nu ben ik een hbo-opleiding aan het doen en doe ik zomaar weer topsport en ik kan alles combineren. Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik ben Jamie Visser, 24 jaar oud en ik zit op voetbal bij Telstar. Ik begon echt al toen ik 4 jaar oud was, want ik heb een oudere broer die voetbalde altijd, met vriendjes altijd buiten gevoetbald. En gewoon mijn hele familie houdt van voetbal, dus ik had eigenlijk geen keuze. 2 jaar terug voetbalde ik nog topklasse, dus dat is, ja, het is wel hoog, maar niet zoals nu. En toen werd ik gevraagd voor Telstar. Toen ben ik de eerste paar maanden bij Jong Telstar heb ik gespeeld, dus ook topklasse. En toen werd ik al heel snel gevraagd voor in de selectie, voor de Eredivisie. En toen kreeg ik heel snel een basisplaats, werd ik meteen Woman of the Match. Ja, nu heb ik gewoon echt een basisplaats elke week. Ja, ze noemen me ook wel de stofzuiger. Dat een beetje wikkelen op het middenveld. Een beetje schoonmaken daar. Van het harde werken moet ik het hebben, zeggen ze. Nou ja, alles komt uiteindelijk wel weer op sport terecht. Want ik doe dan wel SPH, maar ik heb stage gelopen ook in de gevangenis voor SPH. En heb ik ook sport gegeven en in de psychiatrie. En dan ga ik daar ook sport geven. Dus alles is wel echt een combinatie van elkaar. Ik heb 4 bijbaantjes. Ik heb 2 kleine nichtjes, dus daar ben ik ook heel veel mee. En dan nog naar school en elke dag trainen. Dus ik moet alles. Mijn agenda zit eigenlijk elke dag helemaal vol. Genoeg energie, dus als ik een dagje vrij ben of zo, dan sta ik te stuiteren, want dan wil ik wat doen. Dus ja, ik heb een hele strakke planning voor mezelf. Ik weet precies wanneer ik wat ga doen en wanneer ik tijd heb voor mijn nichtjes en wanneer ik met vrienden wat ga doen. Dus het zit helemaal in mijn hoofd, helemaal goed gestructureerd.